Automatic Frisia is de leider als ze de laatste rechte lijn inkomen. En die probeert die leiding natuurlijk vast te houden ten opzichte van de opkomende paarden. Command Scott die zien we dan op de tweede plaats opereren. Dan Unique de Bala. Aan de buitenzijde komen enkele andere paarden. Uitgeslagen paard nummer 7. 7 galop. Enkele andere paarden in het zicht, waaronder de nummer 5 Viking ZR. De leiding wordt inmiddels overgenomen door Command Scott. Aan de binnenzijde kampt dan nog altijd die Sjoerd van der Galië met Automatic Frisia. Maar Command Scott heeft duidelijk de overhand genomen. En daar komt Josje E naar voren. Josje E die gaat de aanval openen op Command Scott. En zo zijn ze in de laatste meters. Maar ja, die 20 meter handicap die blijkt toch alweer een scherprechter te zijn. Want Command Scott die klopt daar Josje E. En op de derde plaats daarachter lijkt het te zijn Viking ten koste van de lange leider Automatic Frisia. Paarden draaien weer in. Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de graskoers en het is na de start Command Scott die naar het front gaat. Command Scott heeft de leiding genomen. Aan de buitenzijde komt Automatic Frisia. Automatic Frisia op de tweede plaats achter Command Scott. In derde positie volgt dan Sesk Boko. Die wordt gevolgd door Janko BD met aan de binnenzijde Viking CR. Zo gaan de paarden de laatste ronde in. Een galoppade nu voor Janko BD. Paard nummer 2. En nummer 2, Janko BD is uitgeschakeld. Paarden gaan de laatste ronde in. Aan de start van het veld ligt dan Viking door Kanje. Ook in de laatste dan eerst is het Zahir Charisma. Zo gaan de paarden de Klingendaalbocht in. En ook een van de laatste paarden is op dit ogenblik dus Piet door Kanje. De paarden zijn op weg aan de overkant van de baan aanstonds. Als de bocht gerond is, dan is dat het geval. En dat is nu met Automatic Frisia en Sjoerd van der Galië die het veld aanvoeren. Automatic Frisia is de leider. Heeft een lengte. De voorsprong. We gaan kijken hoe de paarden de intersectie overleven. Speed Okanje had daar wat problemen mee. Die ligt nu een paar lengte achter het veld. Automatic Frisia is de leider. Command Scott op de tweede plaats. Daarachter Unique de Banaan. Zes Boko ligt op de vierde plaats. Daarachter de twee Vikings. Viking Okanje en Viking CR. Dichterbij is het dan ook niemand minder dan Voodoo. En daarachter volgt op dit ogenblik Zaya Charisma. Die wordt geflankeerd door Jos J.E. En aangesloten is alweer Speed Okanje. Paarden zijn afgegaan op de laatste bocht. En het is nog altijd aan de kop. Automatic Frisia. Sjoerd van der Galië voert het veld aan. Op de tweede plaats Unique de Bala. Aan de binnenzijde ligt er nog Command Scott. In de gedeelde tweede, derde positie. Verder weg in het veld dan Zes Boko. En zo komen de paarden de bocht door. Dan Viking Dokanje met Viking CR. En achter deze deelnemers is het Voodoo die een halve plaats goed maakt. Dan Zahia Charisma met Jos J.E. En Speed Dokanje is nog altijd laatste van het peloton. Halverwege de laatste bocht zijn de paarden nog altijd aan de kop, Automatic Frisia. Automatic Frisia is de leider als ze de laatste rechte lijn inkomen. En die probeert die leiding natuurlijk vast te houden ten opzichte van de opkomende paarden. Command Scott die zien we dan op de tweede plaats opereren. Dan Unique de Bala. Aan de buitenzijde komen enkele andere paarden. Uitgeslagen paard nummer 7. 7 galop. Enkele andere paarden in het zicht, waaronder de nummer 5 Viking ZR. De leiding wordt inmiddels overgenomen door Command Scott. Aan de binnenzijde kampt dan nog altijd die Sjoerd van der Galië met Automatic Frisia. Maar Command Scott heeft duidelijk de overhand genomen. En daar komt Josje E naar voren. Josje E die gaat de aanval openen op Command Scott. En zo zijn ze in de laatste meters. Maar ja, die 20 meter handicap die blijkt toch alweer een scherprechter te zijn. Want Command Scott die klopt daar Josje E. En op de derde plaats daarachter lijkt het te zijn Viking ZR. Ten koste van de lange leider Automatic Frisia.